We gaan het hebben over de verpleeghuizen. Want terwijl alle ogen waren gericht op de ziekenhuizen en vooral op de IC-afdelingen, vertrok zich in de verpleeghuizen een stille ramp. Het virus maakte daar honderden slachtoffers onder ouderen. Misschien nog wel meer, we weten het niet exact. En om erger te voorkomen is er nu dat bezoekersverbod. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Dit is het voorbeeld van een dochter die uit Nieuwsuur die het heft in eigen handen nam. 10 dagen heeft Inge Raadje haar moeder Ria nu in huis. Ze haalde haar weg uit de verpleeginstelling waar ze op een gesloten afdeling zit, wegens vergaande dementie. Ze zeiden op de afdeling, ja, jullie mama is gewoon nog hartstikke fit en er zijn echt al mensen ziek. En toen dacht ik, oh. Echt heel mijn netwerk zei, Inge, niet doen, want je weet niet wat je op je hals haalt. Maar de volgende dag op de afdeling waren er al 4 coronagevallen, waarvan ook al ernstige gevallen. Ik denk, ik neem haar mee naar huis. Ze willen nu dus echt dat ik haar terugstuur. Wanneer? Waarvoor? Als je ziek wordt. Wie? Jij. Waarvoor? Van de corona. Winsola. Ja, de... Ja, goh. Nou, Hugo Borst en Karin Gamers zijn hier bekend van hun manifest Scherp op ouderenzorg. Nou, dat hebben ze in Den Haag geweten. Dat leidde tot een hoop veranderingen. Althans, financieel in ieder geval en hopelijk ook in de zorg zelf. Gelukkig wel op een aantal plekken. Maar goed, nu, jongens. Als je hier naar kijkt en als je de verhalen hoort, Karin, waar we het al even over hebben. Wat vind je? Nou, hoe het gaat en wat er moet gebeuren? Die maatregel om verpleeghuizen op slot te doen was natuurlijk de eerste 2 weken heel verstandig. Mm-hmm. We moesten de tijd kopen als samenleving om te kijken van met wat voor virus hebben we nou te maken, hoe ontwikkelt het zich en hoe krijgen we er greep op. Alleen je moet bij maatregelen altijd een afweging maken, is het middel niet erger dan de kwaal? Mm-hmm. En op de langere termijn is dit middel veel erger dan de kwaal. Maar waarom dan? Want we beschermen nu oude mensen tegen mogelijk heel erg ziek en worden en doodgaan. Maar daar als je in een verpleeghuis zit, ja, ga je dood. Je zit, zoals Annemij T. dat altijd zo mooi noemt, als je de diagnose dementie krijgt, treed je toe tot de wachtkamer van de dood. En in een verpleeghuis, anders dan in een ziekenhuis, gaat het niet om het voorkomen van het sterven tegen alle kosten, maar gaat het om waardig sterven. Hmm. Waardig leven in de tijd die je nog hebt en waardig sterven. En dat is nu niet meer mogelijk. En deze crisis gaat langer duren dan 2 weken, hebben we gemerkt. Dus wij moeten zorgen dat we maatregelen nemen, nieuwe maatregelen, om dat weer mogelijk te maken. Want met die algemene maatregel hebben we mensen in verpleeghuizen. En waar ik verpleeghuizen zeg, even voor de goede orde, zeg ik ook instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mm-hmm. En ook de GGZ. Maar met name die eerste 2, dat zijn leefomgevingen. Ik kom zo, we hebben ruim de tijd om daarover te praten, zo op wat er dan moet gebeuren. Maar ik wil van Hugo even weten, wat voor verhalen hoor jij? Want mensen weten je, hè, jullie allebei natuurlijk sinds een aantal jaar te vinden als het gaat om situaties daar. Wat voor verhalen hoor je de laatste tijd over wat er gebeurt in de huizen? Nou, als ik het moet samenvatten, dan is het zo dat mensen in psychische nood komen, in gewetensnood. En ik zeg niet dat dat voor iedereen geldt. Mm-hmm. Hè, toen ik bij mijn moeder, met mijn broer en onze vrouw op visite kwam, dan was het ook zo dat in kleinschalig wonen van de 8 bewoners de helft sporadisch of geen bezoek kreeg. Dat komt ook voor. Maar je ziet ook enorme hondstrouw. En als je dat gewend bent en je moet, er wordt je gezegd, je mag niet meer komen, dan leidt dat tot psychische nood. En dan heb ik het nog niet eens over, ik heb nu even de mantelzorger, maar het is heel moeilijk als je op een PG-afdeling komt. Wat is een PG? PG is mensen met dementie, met cognitieve problemen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk om die te doorgronden. Maar ook die hebben, zelfs in hun diepste dementie, heel veel gevoel is wetenschappelijk vastgesteld. Dus al herkennen ze je niet, al weten ze niet wie je bent. Het feit dat er iemand is, het feit dat je elkaar misschien vast worden dus heel onrustig. Van de week had ik een vriend aan de app. Die zei, ja, en die leeft niet in een goede situatie met zijn broers en zus. En die zei, ja, mijn zus heeft maar gepleit voor het vastbinden van moeder. Is dat normaal? Ik zei, nee man, dat is niet normaal. En dat ze het ook in dat verpleeghuis
serieus nog hebben besproken. Dat is al heel erg. Maar je ziet nu dat het vastbinden mag gelukkig niet. Maar dan wordt er natuurlijk heel veel medicatie toegediend, waardoor mensen als zombies door het leven gaan. Er is sprake van een crisissituatie, een noodsituatie. En het leidt tot heel veel pijn en verdriet. En daarom zitten wij ook hier. Wij vinden dat we bespreekbaar moeten maken in ieder geval. Want het is heel delicaat, het is heel moeilijk. Van de week ook nog met een specialist oudere geneeskunde gesproken. Hij zei, wij zitten zelf in een dilemma. Wij zien onze bewoners struggelen, we zien de mantelzorgers struggelen. Maar we zijn ook zo bang voor corona. Maar in godsnaam, wat goed dat het in ieder geval op de agenda wordt gezet. Dat, hè, er was ook een ethicus, las ik een stukje in PZC, heel goed interview, heet zij ook alweer. Babette Rump. Ja, Babette Rump, die hele goede dingen over zegt. Je hebt dat interview ook gelezen. Je hoort natuurlijk ook mensen uit verpleeghuizen. Ik sprak laatst iemand, een manager, die zei van ik durf wel. Ik wil wel. Ik wil wel iets regelen, waardoor het bezoek om de redenen die jullie schetsen wel weer mogelijk is. Maar ja, ik mag niet. Kijk, en dat is het punt. Wat wij hebben gedaan als samenleving is in een noodsituatie een hele grote groep mensen, namelijk verpleeghuisbewoners en bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd van de zwaarste soort. En daar hebben wij in Nederland wetgeving voor als het gaat om individuele gevallen, maar niet om groepen. Dus wat deze maatregel doet, het maakt maatwerk onmogelijk. Ja. Dus je ontneemt mensen hun individualiteit en hun autonomie. Maar, en dat mag niet in Nederland. En hoor ik je nou een soort oproep doen tot burgerlijke ongehoorzaamheid dan? Nee. Ik ben altijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid wanneer het ergens scheef loopt. Mm-hmm. Maar ik zie veel meer heil in een beroep op minister Hugo de Jonge en de minister-president. Maak dit mogelijk. Maar kan het? Vervang die algemene maatregel door de mogelijkheid voor maatwerk, want het kan. Er zijn bestuurders die het willen. Er zijn bestuurders die het al doen. Ja. Stiekem. Dan, faciliteren het. Maar hoe moet dat dan, jongens? Want ik bedoel, we kennen de situatie, mensen wonen vlak bij elkaar, delen nu dan minder gemeenschappelijke ruimtes, maar je moet toch door gangen, je moet aan deuren zitten. Hoe kan je dat faciliteren dan? Hoe kan je dat regelen, praktisch? Het gaat om twee dingen. Het gaat om het praktische verhaal en het gaat om het grote verhaal. Het grote verhaal is dat wij gezondheid definiëren als afwezigheid van lichamelijk lijden. Dat telt op een IC. Daar staat dat bovenaan. In een verpleeghuis, daar moet je gezondheid veel breder zien. En daar weegt psychisch lijden net zo zwaar als lichamelijk lijden. En er zijn zelfs situaties waarin psychisch lijden zwaarder moet wegen dan lichamelijk lijden. En die afweging moet je kunnen maken. En dat kan niet binnen een algemene maatregel. Als je een maatregel neemt, dan moet je kijken van medisch-ethisch zijn daar regels voor. Dan kijk je naar proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en het schadebeginsel. Nu wordt het heel technocratisch. Kijk uit. Hij wil weten hoe het te realiseren is. Nee, moet kijken. Je hebt flexhotels. Het gaat niet. De mensen, het kunnen, die weten al lang hoe ze het moeten regelen. Je mag er toch van uitgaan, hè? Inderdaad, wat jullie zeggen, dat de leiding van zo'n verpleeghuis, dat hij ook daar verstandig mee omgaat. Als maatwerk mogelijk wordt gemaakt door het kabinet of door de minister, dan moet ieder verpleeghuis voor zichzelf beslissen. Precies. Wat kunnen wij doen in de omstandigheden die we hebben? Ja, en er is natuurlijk geen directeur die onverstandig beleid Nou, die zijn er wel hoor, maar de meerderheid is daar gewoon verstandig in. Dus de oproep is aan de minister en aan de minister-president, maak het mogelijk. De mensen die het uit moeten voeren weten hoe het kan. Waar ze dat niet weten, kun je ze adviseren en helpen om het mogelijk te maken. Maar doe dat. Hou rekening met al die elementen. Is het middel niet erger dan de kwaal? Ja, het middel is nu erger dan de kwaal. Zijn er andere mogelijkheden? Subsidiariteit? Ja, er zijn andere mogelijkheden, maar we benutten ze nu niet. De festivalbouwers, hoorde ik van een bestuurder, een Rotterdamse bestuurder, die hebben ook aangeboden, want die hebben geen reet te doen, om kleine, in tuinen van verpleeghuizen, om kleine
hotelletjes neerzetten, kamertjes met twee ingangen, kunnen ze bouwen, plexiglassen tussen. Nou, precies. En dan heb je in ieder geval al veel meer contact dan dat lullige tabletscherpje. Ook een goed initiatief, maar met mensen met dementie werkt dat niet. Dat is voor somatisch. Je kan gewoon dingen bedenken. Dus die zijn al bedacht. Maar dat verschilt per locatie. Je moet even terug naar de basis. Wat zijn verstandige regels bij infectiepreventie? Dat is houd 1,5 meter afstand en was je handen tot aan je ellebogen voortdurend goed. Nou, als je die maatregel in acht neemt, kun je al een oudere bezoeken. En jij zei stewardessen inhuren. Nou, je moet het alleen anders reguleren. Je wil niet dat bezoekers massaal over afdelingen gaan lopen. Want dan maak je dat risico. Dus het is allemaal praktisch te doen. Stewardessen weten alles van regels en van kleine ruimtes. Ik heb maar zo je mogen vragen, want dit is jullie opvatting, maar wordt die nu ook breed gedeeld door al die bestuurders van al die verpleegkundigen? Ja, binnen Actis, de branchevereniging, over het algemeen niet onze grootste vriend in het verleden. Die zijn nu hartstikke goed en dapper bezig. Die zijn de goede voorbeelden aan het verzamelen van hoe je het mogelijk kunt maken. Die zijn bezig om dat te verspreiden onder hun leden. Zo moet je dat aanpakken. Ik had nog een vraag over, en we gingen gelijk naar de oplossing, maar hoe jullie hebben gekeken naar de discussie de afgelopen weken eigenlijk over de groep ouderen die dit treft, hè? Kwetsbare ouderen, dingen als doorhoud, wat dan blijkbaar, ja, u begint terecht, vind ik, ook te zuchten, maar ik wil het ook van jullie weten, hoe daar mee om wordt gegaan van, ach, het zijn oude mensen, ze zijn ziek, ze gaan toch dood. Misschien moeten we, hè? De verpleeghuizen zaten op een gegeven moment, toch wel in ieder geval het vergeet, zo niet het verdomhoekje. Dat, hoe wij voor onze ouderen en voor onze kwetsbaren zorgen is een zaak van fatsoen. Wij willen onszelf graag een beschaving noemen en deze opvatting past niet binnen een beschaving. Ik denk toch altijd als ik iemand zie van senioren leeftijd, meneer Nijpels. Ik ben net toegetreden tot de risicogroep. Op 1 april was ik daar. Bent u 70 jaar. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd. Nee, maar ik bedoel, nieuw regime. Laten we even hebben over 75 plus. Ik denk, ja, dat zijn de mensen die ons land wel hebben opgebouwd. Die hebben een geschiedenis achter zich. En wij zijn in Nederland niet zo goed in het vereren van deze helden. Dat kunnen ze in andere buitenlanden veel en veel beter. Dus laten we daar een voorbeeld aan nemen. Jullie oproep staat absoluut genoteerd. En als jullie iets willen, dan is tot nu toe de ervaring dat ze in Den Haag wel moeten luisteren. Gaan ze ook doen. We hopen dat het dit ook... Collega De Jonge is hier echt al goed naar aan het kijken. Ja. Want iedereen voelt natuurlijk gewoon van binnen hoe hartverscheurend dit is. Natuurlijk. Mijn vader is in 2012 ook op zo'n afdeling overleden. Mijn moeder ging er iedere dag heen. Ik zou er niet aan moeten denken dat... Ja, ik denk dat iedereen die emotie wel voelt. En daar is collega De Jonge echt goed aan het kijken van hoe kunnen we dat nou op een verstandige manier, hoe kunnen we daarmee omgaan? Want het is natuurlijk niet voor niks ingesteld. Nee, maar dus we moeten ergens weten. Nu kunnen we. Wij verschillen daarover ook niet van mening met Hugo De Jonge, heb ik gisteren nog even gecheckt. Alleen de vraag is, alleen, kom op. Hij moet het sneller doen en hij moet meer doen. Ja, Karin, dankjewel. Glashelder, dank voor jullie oproep. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en bijdrage. Dit was WNL op zondag.